Was je chagrijnig? Kom op. Hij zegt, wakker worden. Niet chagrijnig doen. Leven gaat door. Ja, zonder jou gaat het een beetje moeilijk, Anis. Hoe een jongen als hij, 19 jaar, hardwerkende jongen. Mijn kleine jongen, echt mijn kleine jongen. Ik heb altijd gezegd, ik ben je broer. En zo kwam hij ook altijd binnen. Hé broer, ik ben er. En dat heeft hij de laatste dag ook gedaan. We waren samen aan het werk. En hij kreeg zijn ritje en hij was gaan rijden. Na 3 kwartier werden we gebeld door een omstander. Die heeft aangegeven, er ligt een koerier van u hier op de grond. Nou, op dat moment heb je een blackout. Weet je even niet. Dus ik ben met spoed richting Zuiderweg gegaan. Ik weet het niet hoe het is gebeurd. Een ervaren koerier, het imago-koerier, dat bestond absoluut niet bij hem. Je kunt het vragen aan iedereen hier in de buurt. Dat was gewoon een topjongen. Altijd netjes, beleefd. Hij lette heel vaak op verkeer. Hij keek altijd vooruit. Het is moeilijk om hier nog te werken. We hebben 2 dagen gesloten. Maar ja. Ze zeggen wel eens, ik word gebeld, ja, het is zwaar, het leven gaat door. Nee, het leven is nu gestopt. Het gaat niet door. Je denkt dat het doorgaat, maar het gaat echt niet door, hoor.